Hartelijk welkom, Gijs Horvers. Goedenavond. Goedenavond. Autismecoach, ja. Je hebt Asperger. Ja. En ik heb een indrukwekkende lijst op internet gelezen van jouw activiteiten. Je geeft lezingen. Kan je daar van leven? In combinatie met de cliënten die ik dan begeleid, kan ik daar samen van leven, zeg maar. En dat vind je ook ontzettend leuk? Ja, ik vind het vooral ontzettend leuk. Ik ga er helemaal in op. Ja. Dus misschien soms wel te veel in op. Maar het is ook weer een leerproces voor mij. Dus, En onze tweede gast aan tafel heeft u gehoord en gezien. Gijs Horvers, autismecoach. Kan jij eens in een paar zinnen, want het is voor iedereen weer anders, merk ik, vertellen wat het voor jou inhoudt, autisme? Voor mij is autisme een andere manier van informatie verwerken. En dus alle informatie die via zintuigen binnenkomt, die wordt sneller of trager verwerkt. En door die andere manier van informatie verwerken, heb je soms problemen met communicatie. Heb je soms je eigen structuur nodig en dingen. En naar mijn idee is het niet zo dat, wat mensen altijd zeggen, mensen met autisme hebben altijd communicatieproblemen. En altijd moeite met structuur. Nee, dat komt door die andere manier van informatie verwerken. Dan krijg je als het ware heel veel overprikkeling of over stress. Dus als je veel stress hebt, heb je veel autisme. Je herkent wel wat Matthijs zo net zei, dat als je vertelt dat chaos, je autisme hebt, nee, maar ja, ook dat je, als je vertelt dat autisme hebt, dat gelijk een ander het beeld van wat hij of zij heeft van autisme op je legt. Nou, dat is hij kan niet communiceren. Ik ben laatst bij een dokter geweest en vertelde, ik zou het onderzoek rustig willen uitleggen, ik heb autisme. Zegt die man, dus jij hebt autisme? Oh, kijkt hij me zo aan, ja, het gebeurt echt. Ja, echt hoor? Ja, ik lach er nu om, maar dat is natuurlijk buitengewoon triest. Wat voor arts was dat? Dat, je hoeft ze nou niet te noemen, maar wat voor soort arts was dat? Heel goed. een keelarts. Ja, die schreeuwt natuurlijk om... schreeuwt om aandacht. Om zijn eigen keel. Maar goed, het is wel een feit dat niet iedereen ermee om kan gaan. Zelfs dus niet de medisch professional. Je hebt ook één ding gemeen met Matthijs. Dat is dat jij ook... Nou, op internet behoorlijk te vinden bent in filmpjes. En het is wel aardig om een fragment te laten zien van jou, waarin Gijs vertelt over een moeilijke periode in zijn leven. Gijs Horvers. Toen ik 16 was, mat ik me deze mooie hanenkam aan die je daar ziet. En zoals mensen dat dan noemden, ik was een alto. En ik werd in bussen geweigerd op een gegeven moment. En zeiden ze, ja, het is geen carnaval, ga maar lopen. Het resultaat was dat ik vluchtte in middelen gebruik. Cannabis, alcohol, medicatie, combinatie van beide. In de hoop dat dit mijn geest enigszins zou verruimen. En ook te vluchten, maar ook in het beter maken van contact om me af te stemmen op de wereld waarin ik leefde. Ik werd wel opener, maar wist nog niet met welke intensiteit ik dingen moest uiten. Het miste uiteindelijk volledig zijn doel, want ik werd steeds vreemder. En uiteindelijk zelfs vooral heel erg bang. Na mijn afstuderen aan de kunstacademie viel het laatste beetje structuur dat ik had, viel ook nog weg. En kort daarna ook mijn relatie. De 10 jaar daarna die werden gekenmerkt door heftige relaties en vooral wederzijds onbegrip. Ik was qua werk gezien afwisselend ZZP'er in webdesign en anderzijds groenteman, productiemedewerker, vakkenvuller. Telkens viel ik weer hele periodes uit en bracht zelfs een aantal maanden in een instelling door. Maar deze periodes waren vooral gekenmerkt door eenzaamheid. Niet dat ik feitelijk alleen was, maar ik voelde me alleen. Bijna altijd. Op mijn 30ste, nadat ik volledig clean was, want dat was een voorwaarde dat ik getest zou worden, kreeg ik de diagnose Asperger. Het is een heel mooi beeld wat je schetst van een hele moeilijke periode in jouw leven, waarbij je uiteindelijk ook ontspoort, zou je kunnen zeggen. Vind je dat terugkijkend? Hè, je was een periode drugs, van, drank. Eigenlijk was een periode van onderschatting, overschatting. Ik probeerde als zelfstandig webdesigner rond te komen en vormgever. En overschatte mezelf daar ontzettend veel. En dan crashte ik weer een periode. En dan was er heel erg weer onderschatting van mijn omgeving. Op een gegeven moment zit je in die cirkel van onderschatting, overschatting. Dat zie ik bij heel veel mensen. En dan raak je gefrustreerd.
Wanneer kreeg jij op het moment de diagnose Asperger? Toen ik 30 was. Voor mijn 30ste verjaardag. Wat betekende dat voor jou? Voor je 30ste verjaardag? Ja. Wat betekent dat voor mij? In eerste instantie helderheid. En in tweede instantie eigenlijk alleen maar een of andere verklaring dat ik allerlei dingen niet zou kunnen. Daar was ik wel. Het was even zoiets van: oké, dan ga ik me daarin berustigen. Maar ik blijf in mijn waaijonguitkering liggen, zeg maar. Ik ga niks meer doen. Maar toen dacht ik: hé, maar zo ben ik niet opgegroeid. Ik ben wel iemand die iets wil doen en kan wel communiceren. Oké, het loopt wel vast bij hoge en moeilijke intense emoties. Maar ik kan wel allerlei dingen. Toen ben ik weer die positiviteit op gaan zoeken. En je bent uiteindelijk autismecoach geworden. Ja, er gaan allerlei termen rond in die wereld. Ik geef de opleiding autismevriendelijke coach bij Auticon. En van daaruit ben ik autismecoach. Maar bovenal ben ik ervaringswerker. Ik vind altijd, iedereen is ervaringsdeskundige. Want zo gauw je in de poep trapt, ben je ervaringsdeskundige. Vind ik. Ervaringswerker ben je als je iets met hetgene wat je meegemaakt. Als je daar een opleiding of iets, een cursus of iets mee gaat doen. En dat is voor mij een belangrijke term. Je geeft ook heel veel lezingen. En ik heb de reacties gelezen op internet. Van aanwezigen bij jouw lezing. Een van diegenen trof mij ook wel. Die zei: gisteren was ik de hele dag in een zaal met 200 moeders. Deze moeders hebben allemaal een kind met autisme. Aan het einde was er Gijs. 34 jaar met autisme. Gijs had humor en gaf een toppresentatie. Vanaf nu staat Gijs voor hoop voor al deze moeders. Dat is wat je zei. Toen dacht ik, wat is het? Wat is jouw boodschap dat je die 200 moeders hoop hebt gegeven? Ik wil niet ontkrachten wat er gezegd wordt, maar ik doe het niet bewust of zo. Weet je, wat het wel is, ik ben eerlijk, ik ben open en ik laat zien waar ik vandaan kom. In alle openheid en eerlijkheid. En laat zien wat de struggle is en wat de moeilijkheden zijn, hoe ik daar gekomen ben. En welke moeilijkheden ik nog steeds heb. Dat is eerlijkheid. En als psychiaters nog steeds vertellen, uw kind zal nooit trouwen, houdt u daar maar rekening mee, uw kind zal nooit een baan krijgen. Als dat soort dingen nog steeds gezegd worden, ja, dan snap ik wel dat ik moeders hoop geef. Omdat het wel kan. Als je een kind al opgroeit met de gedachte, je zult dit nooit krijgen, dan zal je het ook nooit krijgen. Wat is jouw tip? Dan om wat zijn de tips die jij geeft aan mensen met autisme om een baan te krijgen of te solliciteren en dat succesvol af te ronden? Dus niet echt een concrete vraag, maar daar blink ik altijd in uit, maar ik kom er altijd mee weg, maar met jullie natuurlijk helemaal niet. Nee, ja. Oké, wat is de beste tip voor iemand die moet solliciteren? Als je autisme hebt. De beste tip om te solliciteren. Ja. Jezelf douchen. Deo opdoen. Het is een tip wat heel veel coaches niet durven zeggen. Misschien kom je dat ook wel eens tegen in je werk. Maar sommige mensen die hebben dan nog zo goed in zijn werk. Maar ze stinken gewoon. Ja. Of ze hebben gewoon een hele rare kleren aan. En dan kun je nog zo goed willen. Maar dat telt nou wel mee in onze maatschappij. En dat wil niet zeggen dat je niet authentiek mag zijn. Maar als je zelf iets wil krijgen, dus een baan wil krijgen, dan zul je er ook iets voor in moeten zetten. En wat is dan het belangrijkste wat je zegt tijdens je sollicitatiegesprek? Het belangrijkste wat je zegt, je vraagband. En dat je zelf ook vragen kunt stellen. Als je zelf namelijk een goede wedervraag, ik stel net een goede wedervraag terug naar jou, omdat ik het antwoord nog niet wist. Dat heb ik ook maar geleerd en dat is voor mij een van de belangrijkste tools, vragen stellen. Ik ben het helemaal met je eens. Plan B. Zo'n boek van jou komt uit in de zomervakantie. Een boek van mij en Marion Kuipers en dat komt uit in de zomervakantie. Waar gaat hij over? Autisme, je kunt er niets aan doen, maar wel iets meedoen. Op basis van NLP, dan moeten mensen maar even googlen, als het duurt te lang dat ik dat ga uitleggen, hebben wij een aantal dingen opgeschreven, en samen met voorbeelden uit mijn eigen leven, waar we denken dat je best wel veel aan kunt hebben. Dus eigenlijk er toch wel iets mee kunt doen. Wil je nog een keer de titel? Autisme, je kunt er niets aan doen, maar wel iets meedoen. Ja. Dat is ook mijn motto. Dat is een mooi motto. Prachtig. Vandaar dat ik je hem nog een keer wilde laten herhalen. Ja. En er zit ook heel erg die positiviteit in. Ik denk dat positiviteit het belangrijkste is. Gijs Horvers met een duidelijke boodschap.